Zo. En terwijl een stofzuiger, dat pakken we natuurlijk niet, maar zo'n karretje. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost. Alfons, is aan een biologische kwekerij. Heeft dat iets met deze zakjes te maken? Ja, klopt. Regelmatig hangen we deze zakjes in het gewas. En daar zitten biologische bestrijders in. Een soort zemelen. Er zit een heel klein gaatje in en die beestjes die kruipen dan door het gewas en die gaan op zoek naar spint en trip. Dat zijn de schadelijke insecten van de komkommerplant. En op deze manier, we mogen geen chemische middelen gebruiken. Dus op deze manier hebben we een biologische oplossing. Ja, je gebruikt de natuur eigenlijk. Tuurlijk, ja. Henriette, kom in de kas. We zijn er. Ja, leuk en gezellig. Morgen is het open dag hier. Ja, inderdaad. Dus we zijn alles aan het klaarmaken. En we morgen spik en span zijn voor alle de gasten te kunnen ontvangen. Maar dan morgen die open dag, dan komt al dat volk hier binnen op Kleindongen. Ja. Waarom doe je dat? Nou, sowieso is het natuurlijk leuk om mee te doen. Ik krijg daar heel veel energie van. En ik vind het leuk om mensen te laten zien waar we allemaal in de kas aan het doen zijn. Dan krijgen we één dag in het jaar krijgen we daarvoor de kans. Lost in a daydream. Ja, kijk nou Melvin. Dit is toch super schattig. Die moet jij meenemen voor jouw vrouw thuis. Moet je doen? Nee? Wil die plant? Ik vind het gewoon fijn dat de mensen kunnen zien hoe dat het allemaal groeit en bloeit. Want in de supermarkt, daar ligt het wel, maar waar komt het nou eigenlijk vandaan? En dat vind ik gewoon fijn dat we de mensen kunnen meegeven, laten zien. Ja, hoe het is een beetje het binding met het product verloren soms, denk ik, hè? Nou ja, op deze manier kunnen we dit weer terugbrengen, toch? Tenminste, dat hoop ik wel. Dus Melvin, dit is nou een komkommer. Oh. Zo groeit hij. Is dit wat? Ja, super, super. Ziet er gezellig uit, maar dan de rest ook nog, hè? Ja? Ja, okay. En morgen komen de mensen hier dus eigenlijk uit dan eigenlijk. Dit is het einde van de tour, hè? Ja, dan hebben we natuurlijk buiten ook nog wel een lekker terras en nog wat te eten en te drinken. Genoeg hoop of... Ja, prima. Wij werken het wel af. Dankjewel. Succes morgen. Ja, komt goed.